deze YouTube-serie laten we u achter de schermen kijken bij Meubelfabriek Westra. Doorgaans laten we dit zien door de ogen van het personeel, maar in deze aflevering ook door de ogen van de klanten. Wij nemen u mee in het maakproces van een grote eikenhouten wandkast en laten de klanten vertellen over hun ervaring met onze meubelfabriek. Hallo, ik ben Ruben en welkom in de Flevopolder. Het afgelopen jaar hebben wij een woning laten bouwen. En een belangrijk onderdeel is dat wij in die woning graag een maatwerkkast wilden. Via Instagram en YouTube kwam ik op een gegeven moment bij meubelfabriek Westra terecht. En hoewel het over eiken meubels ging, wat helemaal niet mijn smaak is, zag ik op een gegeven moment toch wel van, dit is toch wel kwaliteit waar ze hier mee bezig zijn. Ik heb een afspraak gemaakt met Feiko in Burgum. Ik ben erheen gereden en eigenlijk toen ik binnenkwam was meteen het gevoel goed. Ruben belde mij dus heel enthousiast op en hij zei van, ik heb de makers gevonden van onze toekomstige kast. Normaal gesproken ben ik degene die hem moet overtuigen. Maar hij zei, Sam, we gaan hier samen een keertje naartoe. Toen we dus daar op een gegeven moment samen heen zijn gegaan, toen is eigenlijk het maakproces begonnen. Bij Feiko achter de computer hebben we, al spelende wijze zijn we tot een ontwerp gekomen. Ik wilde eigenlijk een veel kleinere kast. Hoe kleiner, hoe mooier, dacht ik. Maar toen we bij Feiko aan tafel zaten, kwamen we erachter dat een kast van 6,40 meter gewoon de perfecte en de mooiste oplossing was. Mensen verklaren me eigenlijk een beetje van gek, joh, waarom ga je hem zwart maken, want het eiken is zo mooi. Nou, ik denk dat het, als je het zo te ziet, dat het echt wel voor zichzelf spreekt, dat het gewoon hier heel goed bij past. En, Ruben en Sandra waren echt super enthousiast. Het begon eerst met Ruben, die kwam eerst alleen en toen hebben we samen eerst een schets gemaakt, later hebben we een 3D-tekening gemaakt van wat is zijn input, wat is zijn wens en daar heb ik mooi op ingespeeld. Wat er dan gebeurt, dat is eigenlijk ongelooflijk, want vroeger dan ja, dan teken je dat wat op AutoCAD of op een schetsje en dan maakte je dat op een zaag. Maar tegenwoordig gaat dat in een heel ander proces. Want vanaf die 3D-tekening wordt namelijk alles geprogrammeerd in zo'n CNC-machine, zeg maar. En toen op een gegeven moment was Max er maar bezig. En Max zei eigenlijk van, Feiko, ik vind dit zo leuk om zo'n machine te besturen. Maar ik vind het misschien wel een hele mooie uitdaging dat ik dat zelf ook mag tekenen. Ja, wat er dan gebeurt, dat is hartstikke leuk. Want zo'n jongen die is 8, 9 jaar hier geleden, is zo'n jongen hier als stagiair begonnen. Zo'n jongen die groeit dan op. Hij kan dan lijmen, hij kan dan schuren, hij kan schaven en dat soort dingen. Hij bezorgt veel. En op een gegeven moment zie je zo'n jongen die gaat dan eens op een zaterdagmorgen bij mij. Dan leer ik hem de basisdingen en dan in één keer, daar gaat heel veel positieve energie komt daar vanuit. Ik ben Max. En het meeste werk wat ik hier doe is in de machinale. Het werk wat ik hier eerst altijd deed is het lijmen, het schaven, het zagen van het hout. Maar ik wou altijd al meer een uitdaging. Dus ik heb Feiko toen gevraagd of ik ook mocht leren tekenen en programmeren met de machine. Hij heeft mij tekenen geleerd en zodoende als je nu bijvoorbeeld naast me kijkt, dit is, heb ik zelf allemaal geprogrammeerd, getekend. Ook gevreesd een tijdje geleden. Nou, wat vooral bij meubelfabriek Westra belangrijk is, vind ik altijd persoonlijk, is dat het dan ook daadwerkelijk massief hout is. Je ziet hier bijvoorbeeld onderdelen die Max heeft gefreesd op de CNC-machine. Dan zie je dus dat al die onderdelen gewoon echt van massief eiken zijn. Ze worden dan gestapt, de noesjes. En Nienke die is op dit moment aan het schuren. En dat vind ik bij meubelfabriek Westra heel belangrijk, dat we dus massief houten onderdeel maken in plaats van spaanplaten. En ik neem jullie even mee naar een andere kast. Hier zie je een kast van massief beukenhout. En ook dit soort kasten worden compleet op maat gemaakt, zeg maar. Net zoals van Ruben en Sandra. Nou, wat we zochten in de kast was eigenlijk dat het uniek is. Dat het dus een maatwerkkast is die past in onze ruimte. Dat er ruimte is voor de audiovisuele middelen, dus de tv er mooi in hangt, de apparatuur beneden mooi weggewerkt is. Ik vond het ook belangrijk dat er met verlichting dingen gedaan konden worden.
belangrijkste vind ik dat ze meedenken over wat je wil bereiken. Dus het is niet, ze raffelen niks af, maar ze denken gewoon echt mee van wat wil jij, hoe kunnen we dat maken? Zou je dat scharnier dan niet zo doen? Als je een klep wil voor je speakers, laten we dat dan op deze manier doen. Echt gewoon meedenken, dat voelde echt heel fijn. Later ben ik nog wel een keer zelf teruggegaan om met de bouwer, dat is Hart. Hart is de collega van Westra die eigenlijk het merendeel van de kast gemaakt heeft. Om met hem nog even af te stemmen, hoe doen we dit nou? Hoe doen we de apparatuur wegwerken? Hoe doen we het met de verlichting? Nou, dan zie je zo'n kolossale kast al staan. De kast is daar natuurlijk helemaal in de fabriek opgebouwd. Toen helemaal in de kleur gemaakt. Afgebroken en toen zijn ze naar de Flevopolder gekomen om hem hier weer met twee man sterk weer in elkaar te zetten. Nou, we staan hier in de expeditie, de zogenaamde ruimte waar dan de meubels die klaarstaan voor naar de klant toe, en die gaan dan in de bus. En we hebben onze eigen bezorgers en onze bezorgers die een grote wandkast of een boekenkast of wat voor kast dan ook maken, zeg maar, die gaan ook meestal mee te bezorgen en te installeren. Want natuurlijk is het wel zo, diegene die die kast maakt, die weet ook exact hoe die in elkaar zit. En dat vind ik ook een heel belangrijk aspect, namelijk voor de bezorging, dat dan uiteindelijk alles perfect bij de klant wordt geïnstalleerd en bezorgd. Ja, dat was echt een super mooi proces om te zien, want er komen hier, weet ik veel, 6-7 grote delen binnen. Want als je alles van hun tekening gezien hebt en je denkt 6,40 meter en bij 2,60 meter, dan denk je ja, oké. Maar als je dan eenmaal ziet van hoe groot het eigenlijk is, denk je van oké, dit is wel serieus om dit helemaal zo hier in elkaar te krijgen. Dus al die delen werden hier verzameld, die werden eerst zeg maar voor de wand helemaal in elkaar gezet. Alles werd aangesloten, de verlichting werd werkend gemaakt. En op een gegeven moment wordt dan zo'n hele kast tegen de achterwand aangemaakt. En dan zie je pas echt wat echt maatwerk is. Want de plinten, alles op de millimeter nauwkeurig gemaakt. Heel mooi afgesloten aan de zijkanten. Ja, ik heb eigenlijk, als ik het moet beschrijven voor het hele proces, hoe het allemaal gegaan is en hoe de kast eruit is komen te zien, heb ik er echt maar één woord voor. Het is echt geweldig. De kast is gewoon helemaal geweldig, precies zoals we het gewoon verwacht hadden. En dat is zeker gekomen door het goede gevoel wat wij in de eerste instantie hebben gehad door de rondleiding van Feiko, laagdrempeligheid, de goede en de fijne communicatie. En het eindresultaat is gewoon geweldig. Of het nou voor een boekenkast is, of je wil een mooie kunstcollectie erin kwijt, of je wil net zoals wij een audiovisuele kast hebben. Ga kijken waar overal kasten worden aangeboden, hoe ze dingen online voor jou kunnen bedenken. En ga vervolgens ook eens een keer naar Meubelfabriek Westra. Dan zie je gewoon dat de aandacht die zij ervoor hebben en het maatwerk wat zij leveren, dat het echt magnifiek is. Nou, we zijn alweer aan het einde van deze supermooie video over de wandkast van Ruben en Sandra. En, dit is mijn eigen Sandra. Nou, kom er even bij zitten. En wat hebben we toch wat beleefd weer met deze kast. Wat een spontane mensen ook. En als je ook de beelden ziet, dan zie je ook wat voor kwaliteit daar we leven. En daar ben ik gewoon zo trots op, samen met mijn vrouw Sandra, over het personeel hier ook en de vakmanschap. En ik zou zeggen, vind je deze video leuk of vond je deze video leuk? Dan zou ik zeggen, abonneer je op onze YouTube kanaal en geef ons een like als je hem leuk vindt. En dan zou ik zeggen, dan maken we nog veel meer van deze mooie video's. Ik zou zeggen, on tient!